Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ga je zo zit dat. Ik stel jullie graag voor aan een nieuwe presentatrice. Ik ben Liz en vandaag gaan we een kijkje nemen bij de tijger. Een groot uitgestrekt gebied in het noorden van Europa, Azië en Canada. In Gaia Zoo leven veel verschillende dieren uit het taiga-gebied. Dieren die hier leven zijn goed aangepast aan de kou. Zagen jullie net de drinkende kameel? Hij is nu klaar. Het klopt trouwens niet dat er water in de bulten zit. Daar zit namelijk een extra vetvoorraad in. De taiga heeft ook een paar nieuwe bewoners. En die willen we graag laten zien. Graag stel ik u voor aan de rode panda. Rode panda's eten vooral blad van bamboe. Dat is niet zo voedzaam. Vandaar dat de rode panda's veel slapen. In het nieuwe verblijf kun je trouwens ook de kleine muntjakherten, bergeenden en kleine zwaan ontdekken. Wij hebben jullie een paar dieren van de taiga laten zien. Er zijn er nog veel meer. Wil je deze dieren ook zien? Kom dan snel een keertje langs. Later! Dit was Gaia, zo zit dat. Kom zeker een keertje langs om zelf de dieren te zien. Met onze nieuwe Gaia Zoo app wordt het nog leuker om op ontdekkingstocht te gaan. Oh ja, op 20 oktober openen we ons nieuwe verblijf, de Taiga Volière. Tot in Gaia Zoo!